Hallo allemaal en welkom bij deze instructievideo. In deze video wil ik jullie laten zien hoe je deze omslagdoek maakt. Het is deel van de scheepjeskit voor Kika. Deze kit is verkrijgbaar in verschillende kleurencombinaties. En de kit die ik jullie wil laten zien heeft de kleur Deep Ocean gekregen als naam. Nou, wat zit er in deze superleuke kit? Er zitten twee bollen van deze garen in, scheepjes en Victa Color. Is een mooie overloopgaren van een beetje lichtgrijs blauwig naar donkergroen. Dus je hebt twee bollen hiervan in de kit zitten. En drie bollen scheepjes in Victa Extra. En een mooie groene kleur om te complementeren met de blauwe overloopkleur. Dus je hebt in totaal vijf bollen garen van deze twee. En dan tegen dat je klaar bent, komt er nog een mooie pompon op de omslagdoek. Dus daarvoor heb je een hele grote pomponmaker erbij gekregen. En als je helemaal klaar bent, ook nog een label van scheepjesvol. Nou, wil je natuurlijk de omslagdoek überhaupt kunnen maken, heb je het patroon nodig. En die zit er ook in. Zowel het Nederlands als het Engels. En een patroon voor hem te breien of te haken. Nou, ik ga haken, dus ik ga mijn omslagdoek ook als een haakpatroon maken. Nou, veel succes bij het maken van jouw omslagdoek. Dus het haakpatroon dat we gaan maken, dus deze, is ontworpen door Claire Boeter. Een hartstikke leuk open patroon. Het patroon wordt zowel in woorden beschreven als met een diagram op de binnenkant van het patroon. Dus wat ook al jouw voorkeur heeft, jij komt er vast wel uit. Eén ding om op te merken, het patroon vraagt om gebruik van een 3 mm haaknaald. Zelf zal ik een 2,5 gebruiken, omdat ik vrij open haak en op die manier ook een mooi strak omslagdoek wil hebben. Anders wordt hij bij mij vast veel en veel te los. Nou, hoe we gaan werken, we gaan eerst de binnenkant maken van de bloemen. Dus zeg maar rondes 1, 2 en 3. Die gaan we in één kleur maken. En dan ronde 4, waar we ook echt de blaadjes aan de bloemen zetten. Gaan we een tweede kleur maken en die gaan we dan ook meteen aan de andere bloemen vastmaken. Dus echt de join as you go method die we gaan gebruiken. Maar ik zal stap voor stap uitleggen en we beginnen dus eerst bij het maken van het hartje van de bloem. We beginnen met het hartje van de bloem met een opzetlus van de unikleur garen. Vervolgens 5 lossen, 3, 4, 5 lossen en sluit die 5 lossen met een halve vaste in de eerste steek. Zo, nu heb je een klein rondje gemaakt. Daar is de opening van dat rondje. Dat is even belangrijk om vast te houden. Vervolgens gaan we 3 lossen maken voor het eerste stokje. En nu gaan we in de opening van het rondje gaan we nog eens 11 stokjes haken. Dus het zijn in totaal 12. Dus 11 echte stokjes plus die 3 losse. Dan in het begin is dit echt even goed opletten dat je ook op de juiste plek die stokjes maakt en niet bijvoorbeeld in een van de steken per ongeluk. En je hebt sowieso in het begin redelijk weinig plek en ook nog weinig massa. Dus het is ook allemaal een beetje goed vasthouden. Ik doe meteen ook deze lus, van de opzetlus, neem ik mee en ik haak er overheen. Dus op deze manier doe ik hem ook al een beetje vastwerken. In totaal wil ik dus 12 stokjes maken. Dat zijn dus 3 lossen voor het eerste stokje. En daarna nog 11 stokjes in die opening. En ik ben nu heel even de tel kwijt. Dus we gaan even tellen. Dus dat is die lossen. Nog 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dus nog eentje. Dan heb ik er 12. Zo. Nu gaan we sluiten met een halve vaste in de derde
van de drie beginlossen. Dus in die derde insteken, sluiten met een halve vaste. Zo, dit is het binnenste rondje van het bloemetje. Nou, in toer 2 gaan we niet op de steken haken, maar tussen de steken. Nou, wat we daarmee bedoelen, normaal als je iets zou haken, zou je zo insteken. Echt aan de bovenkant van de steek. Dat gaan we nu niet doen. We gaan echt tussen de stokjes van de steken gaan we haken. Dus echt hierin, echt tussen die ruimtes, tussen die steken. Nou, de eerste vaste die we gaan maken is dus meteen in de ruimte na de drie lossen. Dus hier hebben we net ingestoken op die drie lossen. En meteen tussen de twee stokjes, hier tussenin, ga je in en haak je een vaste. Ik zo. Door ook tussen de steken te haken in plaats van op te steken, wordt het geheel ook net iets steviger. Zo. En 4 lossen. 2, 3, 4. En nu sla je 2 steken over, oftewel 1 zo'n opening. Dus deze opening hier ga je overslaan en in de volgende opening tussen 2 steken ga je weer insteken en een vaste haken. Dus heb je zo, heb je dus een bochtje gemaakt. Nou, dit ga je nu nog een paar keer herhalen. 3 en 4 lossen, zodat je in totaal 6 van deze bochtjes hebt. Dus deze sla je over en hier steek je in en haak vast. 1, 2, 3, 4 lossen. 1 overslaan en een vaste haken. Zo. Dan weer 1, 2, 3, 4. Die slaan we over, insteken en een vaste haken. Dan weer 1, 2, 3, 4. Weer eentje overslaan, die hier insteken en de vaste haken. Weer 1, 2, 3, 4. En dat is dus de laatste, want dan hebben we 1, 2, 3, 4, 5 bochtjes gemaakt. Dus dit is nummer 6. En die gaan we verbinden met een halve vaste in deze eerste vaste die we hier tussen die steken hebben gemaakt. Dus helemaal aan het begin van de toer, die vaste. Nu echt in de steek insteken. Oeps, en sluiten met een halve vaste. En dan schoot hij net van mijn haaknaald af. Zo. En sluiten. En zo. Nou, toer 3. We gaan nu met halve vaste op dit eerste bochtje, op de eerste 2 lossen, gaan we 2 halve vaste maken. En dat doen we om naar de bovenkant van het bochtje te bewegen. Je bent nu eigenlijk aan de onderkant en we willen graag naar boven. Dus dat is 1 en 2. Zo, nu sta je aan de bovenkant. Maken we een losse en een vaste in dat eerste bochtje. 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lossen. En in het volgende bochtje een vaste. En dit herhaal je nu helemaal rond. Dus weer 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En een vaste in het volgende bochtje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volgende bochtje. Doorheen steken. En een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit bochtje hier. Insteken. En een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is de 1 na laatste. Zo, en nu moeten we er nog eentje maken. Dus 1, 2, 3, 4, 5,
en 6. En dan heb je hier in die eerste vaste gaan we insteken en sluiten met een halve vaste. Zo. Op het moment ben je klaar. Kun je de draad afknippen en doorhalen. En goed aantrekken. Dit is het hartje van het bloemetje. Hiervan moet je er meer dan 200 maken. 238 in totaal. Je kunt ervoor kiezen om bijvoorbeeld een hele reeks van deze te maken. En dan weer een stukje van ronde 4. Of je kunt ze één voor één maken. Dat ligt aan jou. Ik heb er alweer een heel stel gemaakt. En die gaan we nu gebruiken om de ronde 4 te haken. Dan gaan we meteen ronde 4 haken. En ze ook tevens aan elkaar vasthaken. Ik laat de draden nog even zitten, want deze draad die ga ik meteen meehaken met ronde 4. Dus op die manier ga ik hem vastzetten. En dit draadje laat ik er ook even aan zitten, zodat ik weet wat de achterkant van het bloemetje is. Dat ik hem niet per ongeluk verkeerd om op mijn omslagdoek vastzet. Dus we gaan een heleboel van deze maken en dan gaan we hem in ronde 4 aan elkaar vastzetten. We gaan nu bloemetjes aan elkaar vastzetten. Ik heb hier al een aantal rijen aan elkaar vastgemaakt. Ik heb nu al in totaal 5 rijen gemaakt. Dus ik ben nu bij rij 6 aangekomen. En wat heel belangrijk is op dit punt is dat je met kleurgaren meewerkt. Je gaat dus nu het gemêleerde garen gebruiken met een hele mooie kleuroverloop. En om daar echt te benutten is het ook belangrijk dat je ook met de kleur meewerkt. Dus, en het telpatroon staat ook heel mooi uitgelegd. Hoe je hier doorheen moet vlechten. Dus oneven rijen zijn altijd van rechts naar links. En even rijen zijn van links naar rechts. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik ben nu bij 6 aangekomen. Dus ik ga nu deze rij hier zo ga ik maken. Dus echt meteen bovenop de bloemetjes van rij 5. Dus ik kijk naar waar ik nu ben. Dit zijn dus de bloemetjes van rij 5. Moet ik dus op dit bloemetje moet ik precies nog zo'n bloemetje zo gaan vastzetten. Dus deze twee punten moet ik gaan verbinden met die twee punten van dit bloemetje. Nou, dus het is altijd goed om echt even jouw werk neer te leggen en te kijken waar ben je nu en in welke volgorde moet je ze nu aan elkaar gaan vastzetten. Ik ga dus nu voor deze rij ga ik hier beginnen en die kant op werken. Dus links beginnen en naar rechts toe vastzetten. En de volgende rij begin je weer aan de andere kant en werk je weer terug. Dus op deze manier ga je echt met de kleurverloop van het garen mee. Nou, ik heb een gewone opzetlus op mijn haaknaald van de Invica Color en ik neem een van de bloemetjes, een van die hartjes die ik heb gehaakt. Ik leg nog even de rest van mijn omslagdoek even weg. Maar wat ik mee ga beginnen is ik ga het eerste blaadje ga ik gewoon haken. En dan ga ik altijd beginnen op het punt waar ik geëindigd ben. Dus hier is nog de garen die ik heb afgeknipt. Hier ben ik gestopt. Dit is die laatste halve vaste. En die leg ik dan op dit bochtje neer. En hier ga ik beginnen met haken. Dus op die manier ga ik ook meteen dat draadje vastzetten. Dus ik neem alles mee en ik haak een vaste. Gewoon direct vanuit de opzetlus haak ik een vaste. Hier is het groene draadje, die neem ik mee. En die ga ik op al deze bochtjes ga ik die meenemen. Dus op die manier zit die straks heel goed vast. Nou, het eerste vaste is gemaakt. En nu ga ik 3 stokjes haken. Dus 1, 2, 3. Ik ga nu 2 losse haken en ik ga nu geen halve vaste maken omdat ik nergens dit moment dit bloemetje aan wil vastzetten. Dus alleen maar die 2 losse en dan weer 3 stokjes. 1, 2, 3. En nog 1 vaste. Zo. Dus dit is het eerste bloemblaadje af.
naar het volgende bochtje. Ik neem nog steeds deze groene draad mee. En nu ga ik alleen de eerste helft maken. Dus ik heb hier een vaste, gevolgd door drie stokjes. Dus dat is 1, 2, 3 stokjes. Zo. En nu gaan we 1 losse maken. En nu wil ik dit blaadje aan de rest van mijn omslagdoek vastmaken. Daarvoor ga ik hem even omdraaien. Onthoud nog steeds, ik heb draai hem nu om, dus nu werk ik van rechts naar links. Maar als ik hem even goed draai, dus dit is de bovenkant, deze kant op werk ik nu. Dus ik moet hem hier aan deze twee punten moet ik hem gaan vastzetten. Dus ik draai hem puur even om voor gemak. En ik zet ze met de verkeerde kanten tegen elkaar aan. Dus dit is de achterkant van mijn werk en dit is tevens ook de achterkant. Nu steek ik door die eerste lus waar ik hem aan wil vastzetten en ik maak een halve vaste. Nog 1 losse, dus dat is de tweede losse. En nu kan ik de tweede helft van het blaadje maken. Dus dat zijn 3 vaste. Dus 1, of vast, ik bedoel stokjes. 2. Even mijn garen pakken. 3. En nog 1 vaste. Zo. Even neerleg. Kun je zien dat ik hem nu op dit punt hieraan vastgemaakt heb. Nu moet ik ook dit puntje vastmaken aan dit bochtje hier. Dus ik ga nu weer precies hetzelfde doen. Ik neem even die groene draad nog steeds mee. Ik steek in. Maak een vaste. 3 stokjes. Dus dat is 1. 2. 3. 1 losse. Nu pak ik dit puntje vast waar ik hem aan wil vastzetten. Dus hier. Ik steek er doorheen, pak de lus op en ik maak een halve vaste. 1 losse. En nu kan ik de tweede helft van het blaadje afmaken. Dus weer 3 stokjes. Dus dat is 1. 2 en 3 stokjes en een vaste. Zo, leg ik hem weer even neer. Kun je zien dat ik dus deze twee blaadjes heb vastgezet aan die twee punten daar. Nu heb ik natuurlijk nog 3 bloemblaadjes die ik moet maken. En hierover kan ik gewoon weer, net zoals dit eerste blaadje, gewoon haken zonder halve vaste. Dus ik draai dit even allemaal een beetje. Gewoon om het even wat makkelijker te maken. Neem die groene draad nog steeds mee. Dus op die manier heb je hem straks echt heel goed vastgezet. Dan kun je hem gewoon afknippen. Dus dat was net een vaste. Dan maak ik 3 stokjes. Dus 2. 3, 2 lossen, dus zonder die halve vaste ertussen. Want en bij de volgende zul je hem weer hieraan vastzetten, aan die 2 losse opening die je daar hebt gemaakt. Dat zijn 3 stokjes en 1 vaste. Nu kun je weer eentje opschuiven. Weer een vaste, gevolgd door 3 stokjes, dus dat is 1, 2, 3, 2 losse en dan weer 3, dus
stokjes. Dus 1, 2, 3 stokjes en een vaste. En nog het laatste blaadje, weer precies hetzelfde. 1 vaste, gevolgd door 3 stokjes. 2 losse en dan weer 3 stokjes. Dus 1, 2, 3 stokjes en vaste. Zo. En dit is een mooi moment om op zich gewoon die groene draad die hierachter zit af te knippen, want die heb je nu over 6 bloemblaadjes meegenomen, dus die zit echt wel vast. En nu ga je sluiten met een halve vaste in dat eerste vaste helemaal van het begin. Dus daar steek je in. En je sluit met een halve vaste. En nu kun je weer draad afknippen en doorhalen en goed aantrekken. Verdeel, loop even je bloemblaadje een beetje na, dat die gewoon mooi verdeeld is. En dan heb je, als ik hem nu even goed draai, heb je hem hier vastgezet op 2 punten. En idem dito kun je nu op precies dezelfde manier hier weer een bloemetje vastzetten. Dus even nog zo'n eentje bijleg. Dan kun je zien dat je deze moet je dan op 3 punten vastmaken. Dus op deze 2 punten, net zoals je hier hebt gedaan, maar nu ook op dit punt hier. Dus hier begin je dan met het eerste bloemblaadje, zet je gewoon op. En dan zet je hem hier aan vast. Zet je hem hier vast en hier vast. En dan weer 2 zonder. En zo loop je door het einde van de rij. Het kan zijn dat je hem soms maar 1 keer ergens aan hoeft vast te maken. Bijvoorbeeld hier. Hier op deze, als je op deze kant begint, heb je hem alleen maar op dit punt vast te zetten. En dan kom je, als je hem hier vastmaakt, moet je hem weer op 3 punten vastzetten. Als je hier komt, moet je hem op 2 punten vastzetten. Dus het is allemaal net afhankelijk van op welk punt je in de omslagdoek bent. Maar in principe heb je nu alle gereedschap tot je beschikking om je omslagdoek te kunnen maken. Je gaat dus heel veel van deze bloemetjes maken, van die hartjes. En dan in ronde 4 ga je via de Join As You Go method, ga je de bloemetjes aan elkaar zetten. Werk deze draden nog allemaal weg en werk ze echt heel goed weg. Want het is echt over een langer stuk. Want als je zo'n omslagdoek gaat gebruiken, gaat dat altijd werken. En het is echt zo jammer als dit allemaal loskomt. Wat je ook nog moet doen als je klaar bent, is 1 voor 1 deze bloemen blokken. Want je ziet dat ze nu nog een beetje zo dicht zitten. En dan gaan ze heel mooi open en strak zitten. Nou, ik hoop dat jouw omslagdoek nadat je 238 bloemen hebt gemaakt ook echt een pronkstuk is waar je bijzonder trots op bent. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.